Hallo, hier is Teres de Villeneuve, opnieuw uh, van het Risk and Compliance Network. En uh, ik ben op de uh, Compliance Summer School. We hebben net de eerste dag achter de rug met twee uh, presentaties. En ik wil aan Vanessa, uh, die uh, werkt bij ZBG, dat is een vrij mooie com company, uh, 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 vragen wat haar ervaringen zijn van deze eerste dag. Hallo, goeiedag. Um, mijn ervaren waren twee sprekers vandaag. Uh, ik ben eerlijk gezegd hun namen nu vergeten. Maar uh, als ik het over de whistleblower had, ging over de whistleblower en de non-verbale communicatie. Uh, van de whistleblower vond ik het heel prachtig om te weten. Echt een weernis die gecreëerd werd van wat de whistleblower inhoudt, hoe uh, ermee om te gaan en uh, wat de verwachtingen zijn. Uh, dat vond ik heel fijn van het whistleblower uh, gedeelte, waar het eigenlijk meer om gaat om... Uh, uh, complaints uh, serieus te nemen, uh, geen aannames en gewoon serieus alle componenten op te nemen en dat op te volgen. Uh, en daarnaast hebben we in de middaguren hebben wij dan uh, het gehad over non-verbale communicatie. Van uh, hoe zit jij zelf uh, in je communicatie ten, uh, tegenover de, uh, ja, de tegenpartij. En het gaat voornamelijk meer om de safe zone. Dus ik zou iedereen willen aanraden, bij de communicatie, denk aan de veiligheid en de safe van de ander. Dat het toegankelijk wordt om uh, te communiceren met elkaar. Met andere woorden, mag ik dat zo uh, misschien samenvatten, dat je niet in conclusies moet denken, maar moet proberen iemand op zijn gemak te stellen? Klopt, helemaal. Ja, ja. in het kort. Ja. En uh, hoe ervaar je de, de groep van uh, de, deze eerste Summercours? Uh, de groep was uh, divers, internationaal, van Frans tot Nederlands tot Italiaans, noem maar op. Uh, dat vond ik hartstikke leuk. Uh, 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 elk uh, gedrag en cultuur van, uh, van het land is, is anders. En de inkijk is, uh, ja, het, het is, het is, je moet het zelf ervaren. Het is uh, ja, interactief, laten we het zelf zeggen. Dus het is, uh, het is wel iets uh, om altijd mee te maken. Dankjewel. Nou, dat klinkt als uh, dat, 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 uh, dat uh, dit niet de laatste summerschool geweest is. Uh, dat hopen we ook van harte. Dankjewel, Thank Vanessa. You.